Welkom bij een nieuwe video. En vandaag vertel ik jullie alles over een ontzettende leuke webshop, namelijk Viasus. Mijn naam is Belinda, dit is Knuskanaal Creablon en vandaag is het een hele vrolijke, kleurrijke video, want Viasus heeft dit geweldige doosje met spulletjes naar mij toegestuurd en ik had een aantal dingetjes uitgezocht bij haar. En het leuke vind ik aan bestellen bij Viasus, dat je altijd een extraatje krijgt en het altijd ziet het er zo leuk uit. Want moet je kijken, wat een mooie vloeipapiertjes. En nou, een gift, je krijgt er wat extra's bij en een mooi kladblokje, hier zit een briefje onder. En ja, je krijgt altijd een foldertje van haar, dus hartstikke leuk. Ik haal alles er even uit. Wat ik heb gekregen. Zo. En dan kunnen we samen eens even kijken. Suus doet zelf altijd wat dingen ontwikkelen. Zo ontwikkelt ze namelijk zelf cadeaupapier, stickers. Maar ook leuke notitieblokjes zoals deze. Moet je kijken wat een leuke. Deze heb ik van haar gekregen. Geweldig leuk. En ik heb een aantal tienermeiden in knutsel, mijn vrijwilligerswerk, wat ik ze nu dan doe. En die gaan allemaal ergens anders heen. Dus ik dacht, ik maak voor hun een leuk, fleurig pakketje. En het leuke is dat Suus dus er voor die meiden allemaal, dat ik er een leuk pakketje van kan maken. En overal zit dus zo'n leuke sticker. En vrolijk pakketje voor jou. Wat een leuke kaartje zeg. Super mooi. En ik kan achterop kan ik nog even een persoonlijke noot schrijven. Met die mooie stickers. Kijk. Echt hartstikke leuk. Nou, en dan is het volgende dit mooie vloeipapierpakketje. En ik heb het al eventjes zo hier open gedaan. Want ik ben bang dat ik anders het vloeipapiertje kapot maak. En ik vind het zo'n mooi vloeipapiertje. Nou, en kijk, ik had een aantal vloeipapiertjes besteld. Laat ik eerst even, ik beweeg een beetje. Even kijken, wat is dit? Oh ja, dit zijn stickers. En even kijken of ik dit goed kan laten zien. Dit zijn namelijk hele grote stickers. Kijken of ik één af kan halen. Ja, dan kun je meteen zien hoe groot ze zijn. En ik zit even te kijken of ik het zo kan zeggen. Volgens mij was dit 50 cent. Ik heb even de factuur erbij gezocht. Ja, dit is 50 cent. Maar ik vind dat hele handige labels, omdat ze zo lekker groot zijn. Dus die had ik besteld. Nou, deze. Dit is van Jojo Janneke. Die is daar al hele lange tijd mee gestopt. Soms zie ik nog deze ontzettende leuke stickers. En je kan wel zeggen, jeetje, de kerst is al geweest. Ja, maar deze bewaar ik natuurlijk. Maar ja, ze zijn zo kleurrijk. En ik zal even kijken wat deze kosten. 75 cent. Nou, heb je 25 stickers. Dus dat is alleen maar mooi. Ik heb verschillende vloeipapieren dus bij haar besteld. En even kijken, kun je dat een beetje zo zien? Dus één met stippen. Deze met mooie hartjes. En nog één, maar dan met andere hartjes. En ik zal ook even kijken daarvan. Of ik die zo snel vind. Want ik heb er zoveel op staan. Oh ja. En dan zijn er twee vellen. En twee vellen voor een euro. Dus dat nou, vond ik wel meevallen. En trouwens, die vellen zijn heel erg groot. Volgens mij is dat 70 bij 50 centimeter. Dus ik knip ze dan altijd doormidden. Nou, het volgende moet je kijken wat een mooi pakje. Oh, en ook zo leuk regenboogpapier.
En zo pakt ze dus alles in. Nou, dat is toch geweldig. Dat is toch alleen maar leuk. Ja, hartstikke mooi. En deze stickers zijn 1 euro of 1,25. En soms heb je er 10, soms heb je er 5. Hangt vanaf welke. Deze zijn, ik dacht er 10. En hier staat op, vrolijk pakje voor jou. Dus dat zijn deze. En dan deze met blauw met een hartje. En deze met een dier. En dan deze liefs. En nog wat met cadeautjes. En dan deze prachtige. En dit is van het merk Judith Maakt volgens mij. Ik kijk ook hiervan. Want ik vind deze heel mooi omdat het... Ho, moet ik het wel even in beeld laten zien. Ja. En dat zijn de 10. En die kosten dan 1,50. Maar ja, ik vond ze wel zo ontzettend leuk. En het zijn matte stickers. Vind ik ook wel eens leuk. En dat is net even wat anders. En deze stickers, die knip ik dan los. En die geef ik dan bij post bijvoorbeeld. Dus dat vind ik hartstikke leuk. Nou, en het volgende zakje is allemaal zakjes. Hoera! En... waarom heb ik allemaal zakjes gedaan? Ik heb bedacht dat ik in 2024 wat meer mensen waarmee ik online contact heb op Instagram en op Facebook. En met name dan ook vaak ook nog in PB, dus in privéberichtjes. Dat ik die gewoon spontaan is wat vaker leuke post stuur. En ik dacht, hey, wat is dan leuker dan het in mooie zakjes te doen? Dit zijn een beetje matte zakjes. Dit is gewoon papier. Kraftpapier. Nou, in alle kleuren van de regenboog. En het is dan één zo'n setje. Even kijken. Zeg ik het zo goed? Dit is dan één setje, denk ik. Van 5 enveloppen. En dan is dat 1 euro of 1,25. En de andere enveloppen kun je allemaal per stuk bij haar kopen. En ik vind dat dus heel leuk, omdat je dan ja, allemaal verschillende kunt uitkiezen. En deze, dit formaat hier past dus een postkaart bijvoorbeeld in. Die zijn dan 30 cent. Je hebt nog een kleine formaat en die zijn bijvoorbeeld dan 20 cent of 15 cent. Nou, leuk natuurlijk met Valentine voor als je kaartjes stuurt. Deze mooie zwanen. Nou, deze paddenstoelen moesten natuurlijk. En leuke nou, elfjes. En deze leuke mooie met stip. Oh nee, ook met hartjes. En met, hoe zeg je dat? Ruitjes. En dat vind ik zo leuk, want deze mooie glossy zakjes hebben allemaal een andere kleur binnenkant. Oh, deze dan. Ja, deze ook. Met een beetje een stipperige. Even kijken wat de zwanen heeft. Oh, die heeft een mooie donkerblauw. Of een beetje marine blauw. Dus dat is hartstikke mooi. Wat ik net nog even was vergeten. Deze stickers. Ik zei dus dat Suus zelf een aantal dingen ontwerpt. Nou, deze stickers zijn bijvoorbeeld van de Via Suus lijn. En dat zijn dus dingen die ze zelf heeft ontworpen. Dat wilde ik nog even zeggen. Hé, dan komen we nu bij het inpakpapier. Ja, je kunt zeggen, inpakpapier. Nou, kun je ook bij de Action zo kopen. Ja, dat is leuk. A, is dat inpakpapier wat heel snel scheurt. En B, ja, je hebt dan niet deze kwaliteit. Heel vaak is het in dubbelzijdig. Dus deze, hè, wat ik net ook al de zakjes, heb ik ook hier van een rolletje. Dit heb ik dan al een stukje van gebruikt. Maar je kan daar hele leuke dingen mee doen. En je krijgt dan een rolletje van, hoeveel meter is dat? Ik denk dat het 1 of 2 meter is. Ik denk 2 meter. En dat is dan 1 euro of 1,25. Deze blauwe met die mooie hartjes, die was in de sale. En ik weet dat dit dus van een oude collectie is, maar ik vind deze heel mooi. En natuurlijk deze roze met stippen heb ik gedaan. En uit de nieuwe collectie komt deze prachtige rainbow. Ja, geweldig toch. Dit is toch echt geweldig inpakpapier. En de achterkant is geel.
En deze lieve fairies, even kijken. De achterkant is paars, maar moet je kijken wat mooi. Dit is toch hartstikke leuk papier. Echt, ben ik helemaal verliefd op. Tegenwoordig is er ook een beetje een hippe, een hippie lijn, vind ik. En als ik zeg hippie, bedoel ik een beetje flower power, want de bloemen zijn weer wat terug. En ik vind dit echt wel een flower power. En oranje is de achterkant. Dit is toch wel leuk, vind je nou niet? En dan nog leuk met hartjes natuurlijk. En aan de binnenkant is het dan rood. Nou, je ziet het, want zij doet er... Dat vind ik dus heel fijn. Je hebt sommige mensen die doen hier een plastic plakbandje op, waardoor je dus een klein stukje van de rol al niet kunt gebruiken. Maar zus die doet er altijd een apart papiertje op, waardoor het en stevig blijft zitten en het beschadigt het rolletje niet. Dus dit is echt ideaal. Nou, zo'n rolletje, dit bewaar ik dus om zelf envelopjes mee te maken. Of cadeautjes en zo bijvoorbeeld in te pakken. En één keer in de zoveel tijd koop ik dus echt wat leuk, kwalitatief. En omdat dit wat steviger cadeaupapier is, kun je het heel prima gebruiken om zelf een envelop te maken. En ik vind het dus leuk om daar posten in te versturen. Wat ik wel de tip heb, als je hier een envelop van maakt, zou ik de zijkanten even met plakband goed verstevigen, zodat er niet een scheurtje in komt, omdat PostNL soms wat ruw ermee omgaat. En ik ben wel benieuwd, wat is jouw favoriete cadeaupapiertje? Is het met de hartjes, die geweldige hippie flower power bloemetjes, de leuke blauwe met hartjes, de stippen, de regenboog, de fairy? Of ben je meer van de pasteltinten? Want ja, dit is natuurlijk helemaal in mijn straatje. Maar iedereen moet dat zelf weten. Zoals je ziet is alles ingepakt met een ongelooflijk gezellig, vrolijk stippenvloeipapiertje. Kan ik ook weer gebruiken. Dus al met al is dit een ontzettende leuke bestelling geweest. Dankjewel Susie voor. En wil jij eens een keer een kijkje nemen in de webshop van Via Suus, dan kun je kijken hier in de beschrijving, want natuurlijk heb ik hier een linkje staan met haar webwinkel. Maar je kan haar ook vinden op Instagram bijvoorbeeld. En volgens mij, ik weet niet of ze op Facebook zit, maar in ieder geval op Instagram. Want daar volg ik haar natuurlijk. Hey, dit is wat ik dit keer wilde laten zien. De volgende keer is het een Action Shop log. En natuurlijk een keer weer Creablom aan de knutsel, want dat gaan we ook weer doen. Dus stay tuned en ik wens je een heerlijke avond, fijne middag of ochtend of misschien nacht als je dit kijkt. En tot de volgende keer. Doedeloe!